Allebei hasse containers. Janine en haar man Toon verhuren en verkopen al 15 jaar containers. Ze doen dat vanuit hun kantoor in Bree. Toon, ik heb ze eens gekeken, want kloppen die al allemaal? Sinds enkele jaren hebben ze een groot probleem. Tenminste, een probleem met hun bedrijfsoppervlakte, want die is te klein. Als een klant komt voor te kopen, die kan alleen de onderste zien, die wil de onderste hebben, maar dan moet je eerst één of twee van boven eraf pakken, de onderste eronder uithalen. Er kruipt enorm veel tijd in. We moeten ze hier eigenlijk veel te hoog stapelen, waardoor de onderste kans hebt dat ze gaan breken, wat ook regelmatig gebeurt. We hebben vier vrachtwagens. Meestal staat er toch wel altijd één of twee in de weg als je ergens iets moet laden. Hoog tijd dus om te verhuizen. HC Trans is dan ook de eerste koper van een nieuw stuk industrieterrein in het gebied Kanaal Noord. Want dat wordt uitgebreid. In totaal is het 110 hectare, waarvan 30 aan de andere kant van de weg. Dus voor Scana Nolico, het grootste bedrijf in Bree. En de rest hier, daar gaat natuurlijk een stuk vanaf voor de groene berm. Maar een 50 hectare netto industriegrond kunnen we nu eindelijk aan de betrokkenen dus aanbieden. Met succes, want eigenlijk is alles principieel reeds verkocht. Dit is het terrein wat we gekocht hebben sinds 2 weken. Thuis hadden we een goede halve hectare en hier is een hectare 10. Dus, en hier kunnen we er een loods bij zetten met bureaus en een woning bovenop. Het is allemaal veel beter en het gaat allemaal veel gemakkelijker werken. Het feit dat we hier groter gaan komen zitten, kunnen we groeien. Hebben we de ruimte om te groeien en kunnen we ook een paar mensen meer in dienst nemen. Dat moet je wel een goed gevoel geven dat je nu hier eindelijk op je eigen grond zit. Hè. Met de uitbreiding van het industriegebied wordt ook gedacht aan de toekomst. Wij gaan ons volledig inplannen dus in het Limburg-verhaal van Limburg CO2-neutraal. En dus leggen wij aan de bedrijven ook een aantal verplichtingen op waar men zich aan moet houden. En het is wel belangrijk dat we op die wijze ook eigenlijk Limburg CO2-neutraal helpen realiseren.